Welkom allemaal bij een nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag maandag, wat betekent weer een nieuwe weekvlog. Ik ga vandaag wel een volledige, of deze week wel een volledige weekvlog maken. Met alle bijzondere dingen die er gaan gebeuren deze week. Vrij weinig. Ik heb vandaag eigenlijk niet zoveel te doen. Ik heb tot nu toe nog geen dienst deze week. Misschien dat er nog dingen gaan veranderen. Dat ik uiteindelijk wel dienst heb deze week. Ik hoop het, maar er is nog vrij weinig. En er is trouwens actie gezet dat ik eventueel bij een locatie waar ik de laatste tijd veel werk, misschien wel een vaste plek mag krijgen. Dus het zou echt weer heel chill zijn. Maar ja, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Ik heb zojuist een video opgenomen voor afgelopen woensdag voor jullie. En afgelopen zondag is er niks online gekomen, dat klopt. Omdat de zondag natuurlijk is voor merendeel extra video's. Ik heb trouwens net een gellak op mijn nagels gedaan. Gewoon dat kan. Ik vond de kleur wel leuk. Ik had weer zin in een vrolijk kleurtje op mijn nagels. Dus zo gezegd, zo gedaan. Even kijken, waar staan er nog? Hart van Zuidland staat er één open voor morgen. En zondag. Zal ik Hart van Zuidland doen morgen? Maar ik weet niet hoe laat of ik daar kan zijn. Van 8 tot 12. Ik ga even kijken hoe snel ik daar kan zijn. En dan kan ik hem aannemen. Even checken. Oké, mijn pa heeft hiernaast een meeting. Dus ik moet een beetje zachtjes doen. Maar ik haat mijn leven op het moment echt. Als je een YouTube video aan het kijken bent. Waarin ze naar een Dunkin' Donut drive-thru gaan. Of een Starbucks drive-thru. Denk ik, ach, waarom hebben wij dat niet? Ik wil ook gewoon 's morgens lekker überhaupt in de buurt naar een Starbucks of een Dunkin' Donuts. Ik moet mijn koffie gewoon in huis zetten. Niet dat dat erg is, maar ik heb trouwens hier even een beetje concealer gesmeerd. Maar hij heeft een meeting hiernaast, dus ik kan niet heel veel vloggen nu. Ik ga gewoon zo even een nieuwe Insta-post plaatsen. Goed, ik doe even de gordijnen dicht, want ik ben de code van Coppens aan het kijken. De Vlaamse versie met K3. Ik ga helemaal stuk. Echt helemaal, maar het is echt, hoe vet zou het zijn als je daar aan mee mag doen? Ik zou zo bang zijn. Maar hey, dit is wel echt vet. Ik ga even dit hiervan genieten. Ik heb het ijs gegeten, dus ik heb het helemaal koud. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga even lekker chillen. Goed, ik heb even geen idee wat ik als laatst heb gefilmd, maar het is avond. Ik heb zojuist gedoucht en ja, even helemaal niks. Ik heb een oude YouTube video teruggekeken, de afgelopen video, omdat iemand vroeg wat wil ik nou zeggen? Ik weet niet eens wat ik wil zeggen. Omdat iemand vroeg of hij mijn video's mocht zien. Dus ik heb een linkje gestuurd. Dus ik heb tegelijkertijd zo goed mogelijk proberen mee te kijken waar hij was. Om een beetje te reageren op wat hij zag. Want hij reageerde op dingen dat ik dacht van waar heb je het over? Omdat ik die vlog niet even boven kon halen. Dus ik heb met hem meegekeken. Maar ja. Ik ga ook mijn bed in nu, jongens. Ik ben best wel een beetje moe eigenlijk. Ik heb net medicijnen ingenomen, want ik had weer een beetje last van mijn buik. Dus heb ik maar even ingenomen. Ik ben lekker in focus ook. Dat gaat helemaal goed hier. Ik lig inmiddels in mijn bed. Ik heb het koud, dus ik heb mijn badjas nog aan. Het is echt zo koud hier. Ik heb dus de ventilator aan laten staan vandaag. En de kachel uit. Dus ik kwam hier net binnen. Ik dacht echt dat het een vrieskist was. Vreselijk. Ongelooflijk. Maar goed, ik lig inmiddels lekker in bed. Ik ben nog even lekker aan het kletsen met de date. Zoals ik het de vorige vlogs al noemde.
Dat was trouwens ook degene die mijn video's net aan het kijken was. Hij moest echt lachen. De date. Ja, hoe moet ik het anders noemen? Het is toch zo? Dus ja, weet je, ik zeg nog steeds eerlijk, ik weet dat hij deze video's uiteindelijk ook gaat zien. De klik is er gewoon nog steeds. Het klikt goed. We kunnen het goed met elkaar vinden op alle vlakken, dus dat is heel erg fijn. Het enige ding wat nu nog is, is we hebben elkaar nog steeds niet gezien. En hopelijk komt daar komend weekend verandering in. Maar het ging door omstandigheden niet door. Ik wilde eigenlijk afgelopen zondag of Valentijnsdag afspreken. Maar dat mocht helaas niet zo zijn. Maar goed, dat geeft niks. Dat geeft echt helemaal niks. Maar goed, ik ben nu even lekker aan het kletsen. En daarna ga ik slapen. Ik was vanmorgen best wel vroeg. Dus ik ben ook best wel moe. Mocht je wel denken wat een gek licht, hij staat op een soort veetstand. Dus hij verandert steeds van kleur, waardoor ik ook verander van kleur, want nu wordt het rood. Maar goed, maakt niet uit. Goed, inmiddels ben ik lekker aan het relaxen. Ik heb een kopje koffie daar staan. Die zie je net staan, die staat hier. Maar ik ga even mijn handtas omswitchen, want ik had echt een veel te grote en onhandige tas. Ik ga deze omswitchen in dit kleintje, want dat is gewoon perfect. Want ik ga de komende tijd toch even niks doen. Dus, dat ga ik even doen. En ik heb trouwens, ik ben gewoon aangekleed, maar ik heb mijn badjas aan. Omdat het niet zo warm is hier. Goed, hallo allemaal. Het is voor mij inmiddels, ik ga een klein stukje kantelen. Dat kan. Het is voor mij inmiddels woensdag. En ik heb eigenlijk vandaag niks gedaan. Er zijn heel veel dingetjes gebeurd vandaag. Maar het enige wat ik nu ga doen, als echt doen, is mijn nagels opnieuw lakken. Ze zijn super lelijk. Dus dat ga ik doen. En daarna ga ik even mijn kamer opruimen. Het is trouwens al 4 uur geweest. Dus en de camera heb ik ook nog steeds niet opgeladen. Het gaat echt helemaal goed hier zo, maar niet uit. Het is even een beetje drama. Maar goed, maar niet uit. Komt wel goed. Ik ga mijn nagels even doen. Goed jongens, het is inmiddels nu donderdag. Ik heb vandaag vrij weinig, of tenminste vrij veel gedaan, maar vrij weinig kunnen filmen. Maar ik ben dus weer de oplader van de camera kwijt. Dus ik ga morgen switchen naar mijn telefoon. En dan zullen het twee gemengde beelden worden. Dus morgen switch ik over naar mijn telefoon. Ik ga nu in ieder geval slapen. En ik zie jullie morgen.